Een weekend waarin de vader van Perez misschien wel de echte winnaar was van de race in Mexico. Bot als de deur wagenwijd liet openstaan voor Verstappen en Hamilton zijn kansen op zijn achtste wereldtitel misschien wel zag verdampen. Dit is de undercut. Ja, mijn naam is Sebastian Bakker en bij ons in de studio hebben we mede oprichter van GP-blog Thierry Bakker, onze e-driver in residence, David Plasman en special guest Jelle. Welkom. Uh, voor onze vaste luisteraars die denken: waar is Gandor als host gebleven? Hij is er even een weekje tussenuit. Hij is uh, op retraite in uh, Schotland, maar is er volgende week weer helemaal uitgerust bij. Heren, welkom. Um, Jelle, zag jij Max na de kwalificatie um, hem nog de overwinning pakken? Zeker. En ik weet niet of David mijn voorspelling nog even hardop kan, uh, kan doen die ik in onze groepchat deed. Ja, nee. Uh, hij, uh, hij kreeg wel weer gelijk. Hey, ik, uh, ik weet, oh, weet dat? <tiek> Je kon heel duidelijk zien dat zij gewoon geen grip hadden in de quali. En uh, ja, dat, uh, dat, kan, dat kunnen zoveel aspecten zijn. Maar ik was er zeker van overtuigd dat de pace niet weg was. Uh, daarnaast hebben we dit jaar al vaker gezien dat een quali pace niet garantie geeft op een, op een goede race pace. Um, ja, en ik, ik had, stuurde eigenlijk voor de gein, nou niet zozeer voor de gein, maar ik had er wel echt vertrouwen in. In onze groepsjet van, nou ik denk dat Max gewoon uh, na bocht 1-1 ligt. Nou ah, dat was ook zo. Nou, dan gaan we daar straks over door. Allereerst uh, nabeschouwing Mexico. Voordat we gaan kijken naar de kwalificatie, ja, moeten we eigenlijk toch wel eventjes gaan beginnen met, uh, met dit moment. Ah uh, yes, that's more like it. Great drive today Max, great drive. Yes, what a race! Recharge <laughs> on. Oh, that was great, guys. What a unbelievable pace in the car. Ja, verstappen, een geweldige start. Uh, hij remde volgens mij uh, vijf meter uh, later dan uh, de andere overige twee Mercedes coureurs. Was natuurlijk ook wel een uh, Bottas die de deur uh, toch wel wagenwijd open zette. David, uh, hoe kijk jij uh, naar de start? Ja, ongelooflijk. Ik bedoel, je weet, er ligt ook heel veel vuil op de baan. Je moet sowieso als Bottas zijn. Je wil nooit in het midden zitten. Het ingaan van die bocht. Ik bedoel, dan heb je altijd al een kans op een probleem. En dat Max ja, zit op de racelijn. Nou ja, die Red Bull. Nou ja, daar zit wel wat meer in. Qua rem, dat zie je wel vaker bij Max. Dat hij dat goed kan, ook bij de start. Hij weet precies wat de banden zijn, temperatuur, wat de remtemperatuur. Heeft hij wel waarschijnlijk goed voor elkaar. Uh, dus, uh, het is wel magistraal dat je twee man zo uitremt. Maar ook zoveel later. Ik dacht echt, die haalt het niet. Nee, want Wolf sprak bijvoorbeeld over een uitnodiging uh, van Mercedes... Uh, naar de buitenkant van Verstappen toe. Volgens mij hebben we daar ook uh, een quote van, van na de race. Ja, we hadden twee auto's op kop en we nodigden Max uit om via de buitenkant te komen. Zijn jullie het daar helemaal mee eens? Of was het ook, is het ook echt voornamelijk wel Max die dit gewoon heel erg goed deed? Nou, ik denk, ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die zoveel later gaan remmen daar. Niet het risico nemen, vooral niet als je op, op koers ligt om het wereldkampioenschap te pakken. Want het is wel een risico. Maar zoals die aangaf, hij wist dat het kon. Dus dit is ingestudeerd en het is gewoon echt dik eigen schuld voor Mercedes. Maar het was ook wel echt best wel een risico op de buitenkant daar. Ja, ondanks dat hij op de racelijn reed. Maar ik dacht inderdaad, nou, ja, die schiet recht door. Want we hebben dat in het verleden, geloof 2016 gezien. Dat ze daar met z'n allen gewoon vrolijk over het gras doorgaan. Ik denk, ja, dat is weer klaar. Maar uh, dat hij hem hield überhaupt, uh, dat was wel bizar. Ik weet niet of het 5 meter was. Inderdaad. Wat jij zei, of dat het bijna 50 meter was. Maar uh, nou, het voelde uh, dat misschien was voorslaat. Als, als, uh, misschien... laat. Voelde misschien als 50 meter. Ja, ik vond het opvallend ook in de kwalificatie, of in de, in de training, zag ik Hamilton een aantal keer ook naast de baan over het gras gaan. Ik denk, ja, die is misschien ook wel even wat aan het oefenen. En als er, in de, je. Als er wat, in het, uh, wat gaat gebeuren in die eerste run. Om te kijken hoe kan ik hem het beste toch weer het asfalt uh, opkrijgen. Maar goed, straks meer over Max. Nu, uh, nu eerst. Even naar het begin van het weekend. Want ja, misschien wel de ja, meest uh, besproken situatie uh, tijdens de kwalificatie. Of eigenlijk ook direct na de kwalificatie. Was uh, Yuki Tsunoda. Het moment van de kwalificatie. We hebben er uh, wat beelden van. Er is uh, veel over gezegd uh, na de race. Met name vanuit het, uh, vanuit het Red Bull kamp. Uh, Verstappen die was natuurlijk uh, ja, pissed of door, door wat er gebeurde. Ik denk dat hij met name van slag raakte door, ja, door die twee auto's naast de baan. Is dit een, uh, echt een, uh, een grote fout van Yuki, volgens jullie? Nee, dit kan gebeuren. Uh, nou, heel eerlijk, dan nou had Red Bull Max en Peris meer moeten gaan. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ja. Ik weet niet of het Yuki's fout is, maar het is in ieder geval het fout van, uh, van AlphaTauri door niet te zeggen van Yuki, je moet gewoon uh, vol blijven doorstampen. Ja. Kijk, prima dat die Gasly die toog heeft, uh, dat kan ik volledig begrijpen. Alleen uh, als je weet dat daar nog weet niet hoeveel auto's achteraan komen, dan blijf je er gewoon op tempo gewoon doorstampen. Ga je toch niet van je gas af? Ja. En of dat dan een keuze van het team is geweest of een keuze van Yuki, ja, ik heb het niet gehoord, dus ik weet het niet. Ja, je hoorde het team echt uh, over de bordradio hoorde Ze zegt van, Perez nu vier seconden achter. Maar goed, hij reed... Nee, hey, op... dat, dat snap ik. Maar ik bedoel meer, kijk, daar is wat aan vooraf gegaan. Dus daar is een bespreking geweest. Daar is een keuze voor gemaakt. Hè? Die keuze is gemaakt dat Yuki namelijk uh, Gasly moet gaan helpen. Dat vind ik helemaal prima. kan ik helemaal begrijpen. Alleen, er zal ook een keuze zijn gemaakt van... ...joh, gaan we dat rondje op pace afmaken? Of gaan we namelijk hè, terug uh, zakken? En je weet dat namelijk gewoon de quali pace... ...ligt zoveel, ma zoveel malen hoger dan de race pace. ja. Dan kan je niet even rustig gaan rondtoeren als ze. Zeker niet als ze nog weet niet hoeveel auto's achter je zitten. Ik vind het oliedom. Ik denk dat het vooral een beetje ge uh, verkeerd gecoacht is uh, door zijn engineer. Want die zat op een gegeven moment van: ja, Perez nu vier seconden erachter. En ja, dan zit. Ja, maar dat is waarom ik zeg, ik, ik weet niet of dat zijn eigen keuze was om verleden van het gas af te gaan of dat het een gezamenlijke keuze was. Ja, ik had ten alle tijden tegen mijn rijder gezegd, je moet doorrijden. Nee, maar dat, dat is ook wat er daar uh, later af natuurlijk is gezegd. Want in eerste instantie gingen Horner en Marco er met uh, Macht 3 uh, overheen uh, in de nabeschouwing. Vond ik ook niet netjes hoor. Vond maar... ik, nee, persoonlijk vond ik dat ook niet netjes. Uh, la, ze zijn daar nu uh, achteraf zijn ze erop teruggekomen. Maar uh, wie daar natuurlijk wel weer heel slim op wist in te spelen uh, ja, was Mercedes. Want die zijn toch wel off-track bezig met uh, kleine steekjes uit te delen. Er was een uh, reactie van Tsunoda. Uh, Nothing I can do more than that. Waarop uh, Mercedes reageert. Keep your head up, Yuki. Don't let the haters get you down. Nou, vervolgens uh, uh, is de redactie nog wat verder ingedoken... ...in het uh, social media gebruik van uh, Mercedes. En daaruit blijkt eigenlijk dat uh, de social media admin... De Twitter-admin van Mercedes uh, vervolgens eigenlijk alle haatposts rondom Red Bull en wat er is gebeurd met Yuki Tsunoda heeft, uh, heeft lopen uh, liken. Dus ja, eigenlijk wel duidelijk te zien dat, dat het uh, nou ja, op de baan, maar ook nu echt duidelijk buiten de baan... Dat er, een, uh, dat er een kleine strijd uh, wordt, uh, wordt gevoerd. Ja. Ik snap dit echt niet hoor. Dat je dit als admin van. van ik snap dat je een beetje bezig gaat met de flame war. Maar dat je een beetje. je gaat verlagen tot het liken van de haatreacties van je, van je tegenstander. is toch mooi. Lekker, ja. Blijf lekker daarop focussen. Ja, maar maar het dit is, is helemaal top. En dan kun je. die rijders weer. Kijk, als je dat als coureur doet. Bed, kan ik dan. nog bedenken. oké, okay, maar ik bedoel dat als organisatie. ja. Een beetje kinderachtig. Hij ah, zegt genoeg over Mercedes. Ja, ja precies. Ik bedoel, maar ze dus proberen zelf altijd een beetje de moraal eruit te hangen... door te zeggen van, oh, we zijn zo goed bezig met dit en dat. En zo is ook met Hamilton. Maar dit is eigenlijk, we hebben het een tijdje geleden al over gehad... over de ontmaskering van Hamilton naar de, eigenlijk naar de... Wat was het? De Grand Prix van Groot-Brittannië. Maar dit is eigenlijk ook een beetje een ontmaskering van, van Mercedes... en hoe zij er als team eigenlijk in staan. Ik vind het een beetje treurig. Nou, uiteindelijk is het niet anders dan Hamiltons comment uh, in de post-race... Uh... Komt komen we zo op terug, hou die vast. Ja. <laughs> hey, uh, nou, Mercedes. Dan uh, komen we bij Red Bull. Uh, daar zagen we natuurlijk wel wat problemen in de kwalificatie, met name met de achtervleugel. Um, d r, d r, je zag duidelijk, we hebben er helaas geen, uh, geen beelden van, maar je zag bij het uitkomen in VT3 uit uh, de Pitstraat dat je iets de, vanaf de achtervleugels afbreken bij, uh, bij Verstappen vanaf de DRS. Um, Zegt dit iets over de aanpak van Red Bull in de laatste stint van het seizoen? Dat ze echt gewoon het uiterste van het materiaal beginnen te vergen. en, en echt zwaar op de limiet zitten en er alles aan doen? Of is dit gewoon, gewoon dom geluk? Nou, dit hoort er gewoon bij. Het is gewoon, dus tuurlijk, je zit. maar iedereen zit op de limiet. Uh, ik denk dat alle teams dat proberen. En ja, dit, dit gebeurt af en toe. Ik denk, ze leren hier alleen maar van. weet je, oké, okay, zover kunnen we gaan. Uh, hoort er allemaal. Ik, ik vind het niet heel gek eigenlijk. Nou, Jammer is dan natuurlijk alleen voor Perez dat hij uh, aan het einde van VT3 de Sjaak was en zijn uh, hele vleugel kon uh, inleveren. En uh, hij vervolgens met die opgelapte vleugel moest rijden in de kwalificatie. Trouwens ook wel bizar dat ze bij de, dat zowel Seens als Perez binnen, wat was het, anderhalf minuut, precies op dezelfde plek... er echt op precies dezelfde manier afgingen. En precies dezelfde schade hebben gereden. Hoort erbij. Ja. Nou. nou, dan komen we bij de, nou ja, dus echt een beetje de, de laatste deel van de kwalificatie. Uh, de vrijdag, VT3, zag er gewoon heel erg goed uit voor Red Bull. En in één keer, Q3, staat Mercedes daar. Hoe kan dat? Ah, ik hoorde Jelle net al. Uh... Ik denk dat de baan wel een beetje veranderde. Dus dat was heel duidelijk te zien. Er zat gewoon zoveel onbalans in de auto. Dat is echt niet door een afstelling. Hè? Dat heeft echt gewoon met baansituatie te maken. Daarnaast kunnen de banden ook een hele grote rol spelen natuurlijk. Hè? Want het ene setje banden is natuurlijk niet het andere setje banden. Er zit altijd een verschil in. Dus ja, als je die twee bij elkaar optelt, ja. Ik, ik, ik persoonlijk denk dat het daar aan lag. Ik denk dat de Pezen wel degelijk was. Want namelijk daarvoor, uh, Max is niet zomaar. Wat was het? Twee tienden maar langzamer dan op die hardere compound. Dus nee. Ik denk dat het echt een combinatie van baanbanden was. Ja, dus ze kregen die banden niet op temperatuur. Dat gaven ze ook al aan. Daar hadden ze al moeite mee. En nou, wat Jelle zegt, het ene setje, er zit altijd verschil. Dat zag je heel duidelijk. Hij kreeg hem gewoon niet lekker op temperatuur. Het momentje overstuur dat hij had in even kijken, bocht vijf uit mijn hoofd. Dat zie je niet snel bij Max. En dat kost ook echt ongelooflijk veel tijd. Maar die tweede ronde daarentegen, die we niet even kunnen afmaken. Dat was al een stuk beter. Alleen, dat was ja. hem wel geweest, denk ik. Ja, hoor. dat denk ik ook. Maar, ja, kijk, maar hij zat alsnog wel de tijd van Bottas op dat moment. Hè? Zelfs op, met dat momentje van Yuki. Daarvoor zat hij, geloof ik, alsnog iets van ja, de tiende of twee tiende achter de tijd van Bottas. Ja, maar je moet niet kijken naar sector 1. Hè? Want sector 1 zei namelijk helemaal niks. Want ik heb namelijk heel goed naar die sectoren gekeken tijdens de wedstrijd. Daar zag je gewoon heel erg dat ze in alleen op het rechte stuk al in sector 1... Dus het eerste rechterstuk vanaf start, finish tot bocht 1 verloren ze al vier Dat had ik ook... Uh, in raw speed. Dus ja, weet je... Um, dus dat, dat Mercedes sneller was in sector 1, dat vond ik altijd heel normaal. Dat het waarschijnlijk dan 2, 3, 10 is, had ik ook wel geloofd. Alleen ja, kijk, uiteindelijk Red Bull pakt het in de middensector. En helemaal in het stadiongedeelte. Ja, daar had hij het gepakt. Daar denk ik dat hij namelijk voor Paul had gereden. Ja. Daarom was hij ook zo geïrriteerd. Kijk, als Max al wist, ja, het zit er toch niet in, ik heb een shitronde. Daarom is hij zo geïrriteerd dat het gebeurt. Want hij wist dus, het zit er wel in nu. Maar aan de andere kant... Ik denk juist ook wel dat dat alweer uh, het voorzetje heeft gegeven voor die start. Want we zien het iedere keer in Mexico. Volgens mij heeft Max daar nog nooit pol gepakt. Of misschien één keer. Uh, en iedere ja, keer... Hij pakte pol, maar toen was, het ja, ja, toen was hij afgegeven. Ja. En iedere keer als hij getergd is, dan pakt hij. Want ik bedoel, hij heeft volgens mij, nu tijdens iedere start in Mexico, iedereen, één keer via de binnenkant, één keertje via de middenweg. En nu een keer via de buitenkant, pakt hij iedere keer de leiding. Uh, dus af. alleen boven en beneden ontbreken nu nog. Ja, dat ja maar het is sowieso niet lekker om de eerste te starten. Of zo'n nee. rechtstuk zie je nee. in Rusland ook. Dus jij... ik... Tweede, derde, derde is eigenlijk Best. echt lekker Ik ja. sta op die racelijn. Ja, zit je wel goed. Ik denk oprecht ook dat hij de race niet had gewonnen als hij Paul was gestart. Want die Mercedes liepen zo achterlijk ja, hard op dat rechte stuk. Had hem nog steeds 100% gewonnen. Ja, maar je zag het. Je ja, zag het... Hij durft net. Hij, hij ten eerste is zijn, zijn ruwe snelheid. Is wel gewoon zeker anderhalf, twee tiende sneller op race-pace dan Perez. Daarnaast durft hij net even iets meer risico te nemen. En ik vind Max net even wat slimmer dan Perez. Dus ja, ik denk dat hij hem alsnog had gepakt. Opvallend gegeven was, uh, dat werd uh, mij ingefluisterd door een luisteraar, uh, Hamilton en Bottas deden in Q1 en Q2, uh, maakten ze meer runs. Uh, het is eigenlijk iets wat we de afgelopen ja, tijd al zien, dat, dat Red Bull toch misschien op 7 speelt en gewoon één, max 2 runs doen uh, per uh, kwalificatiesessie. Zou het verschil uh, zeker in Q3 hebben gelegen aan het feit dat Mercedes toch vaker de baan op is gegaan? En zo meer te weten is gekomen over uh, de baan die eigenlijk constant verandert. En ook zo misschien inderdaad wat, wat meer van de banden kon vragen omdat ze wat meer data hadden. Nee, denk ik niet. Ik denk dat Red Bull uh, hun outright pace is gewoon veel beter dan Mercedes. Je ziet dat Mercedes sowieso ten alle tijden er veel vaker voor moet rijden voordat ze er zijn. Ja, maar ze kunnen het ook doen nu met verse motoren. Hè? Red Bull moet ook hun motor sparen op kwalificatiestand. Ja, maar vol, ik las dat Wolf zei dat Hamilton ook niet uh, helemaal safer was met de motor. Sterker nog, volgens mij las ik dat, uh, dat er nog wel kans is dat Hamilton nog een motorstrafje moet gaan pakken. Ja, ik hoop het ook, maar... Uh, ja, kijk, op dit moment moet, kijk, op dit moment is het heel leuk dat, dat het zou kunnen, maar ik, ik, vanaf nu moet je ook gewoon niks meer geloven. Als Wolf zegt, volgende week gaan we een uh, wissel doen, kan het ook zomaar zijn dat ze het niet gaan doen. Ja, het is nee, bijna nee, net zo betrouwbaar als Marco nu, maar... Uh. Nou ja, maar goed, gisteren had hij toch weer oververhittingsverschijnselen in zijn motor. Maar dat weet je daar, Mexico, dat hebben we vaker gezien. Nee, maar goed, de Red Bull had het niet. Nee, maar het viel me sowieso op dat de koeling van Red Bull aan de achterkant echt gigantisch was vergeleken met Mercedes. Terwijl je denkt, maar Mercedes zou toch degene zijn die, die hier best wat ruimer qua koeling. Uh... Ja, misschien komt dat Ero uh, niet ik, helemaal uit. Ik ja. denk dat we het mooiste gevecht zien dat we in lange tijd hebben gezien. En dat die twee teams elkaar zo verschrikkelijk hard pushen. En dat misschien Mercedes gewoon ook daar weer de limiet in opzoekt. Nou goed, dan uh, ronden we daarmee de zaterdag uh, in Mexico af. Gaan we door naar de zondag? Ja, nou dan komen we aan bij de race. Eigenlijk wel weer een beetje een, uh, een klassieke race uh, wat mij betreft. Zoals we hem de voorgaande jaren ook hebben gezien. Middenveld kwam niet echt in de, in de buurt van de top. Vormde niet echt een gevaar of een hindernis. In ieder geval voor de coureurs uh, die, uh, die voor het podium streden. Um, ja, een aantal opvallende dingen heb ik opgeschreven, vond ik. Lance Stroll, die hem toch bijna in de achterkant van Ricciardo uh, parkeerde. Ik weet niet of het jullie nog eens opgevallen? Ja, ik denk, ik denk dat Lance Stroll sowieso weer een, een weekend voor in de boek heeft uh, Het is ook niet de eerste keer dat Lance Stroll hem bijna in de achterkant van iemand anders parkeert, toch? Of in de achterkant van iemand anders. Nee, nou ja, zeker. Nou ja, dan komen we aan bij Ricciardo. Uh, uiteindelijk naar P12. Uh, Norris pakt, uh, pakt één puntje. Best wel een beetje tegenvallend resultaat, denk ik, als we kijken naar de afgelopen races. Ja, maar ik denk sowieso, McLaren was eigenlijk helemaal nergens. Want ik zat ook te kijken ineens, en ik zag Ricciardo. ja goed, die had uh, Bottas er uh, natuurlijk uitgetikt. Maar ook Noors, die zat op een gegeven moment echt ergens buiten de top 10, dat ik ineens dacht, heel wat doen ze hier? En ik denk sowieso ook een heel kostbaar weekend voor McLaren, want ik bedoel, ze staan nu vierde in het kampioenschap. Ferrari is er nu, is er nu weer voorbij, wat op zich wel mooi is voor Ferrari. Uh, dat team komt ook echt uit een diep dal. Maar ja, McLaren, dat leek heel goed te gaan. Maar dat lijkt nu toch steeds meer en steeds vaker uh, te verliezen. En of het in ieder geval te weinig peest te hebben. Terwijl ze op het rechte stuk nee, te snel zijn. Ze zijn niet constant genoeg. Ik nee. denk dat dat hun probleem is. Ze hebben wijs hoge pieken, maar ook ontzettend uh, diepe dalen. En je ziet dat Ferrari is niet heel snel Maar ze zijn wel heel constant. Ze kunnen toch constant rond P5, P6 rijden. En eigenlijk zie je bij McLaren dat ze dan een goed weekend draaien. En het weekend daarna eigenlijk een heel slecht weekend. Ja. ja. Middenveld is sowieso, dit jaar überhaupt, is het heel erg, de 1 kan voor P5 rijden en het volgende weekend kan die weer voor P, P12, P13 rijden. Maakt het heel erg leuk om te zien, maar dan eigenlijk kun je ook al snel zien welk team doet het goed op wat voor soort baan. Ferrari op Monaco, Je had dat gedacht? Nou dat McLaren het hier slecht doet, nee, dat zegt ook weer genoeg. Dus... We we, ik, ik vind het zowel aan de, 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 de top van het veld heb je een mooie strijd... maar ook het middenveld is wel gewoon heel erg gaaf om te zien. En dan heb je nog Haas. Ja, dat is, dat is een klasse apart. <laughs> dat is een klasse apart. Ja, die slaan we deze week al, voor dat, <laughs> dat wordt de Vlaanderen. Formule 2, 2 is dat, is dat bijna. Maar, uh, maar goed, om even over het middenveld te komen. Uh, een team dat zeker de afgelopen races echt best wel goed voor de dag komt. Met een coureur ja, die eigenlijk, denk ik, wel ieder weekend uh, wil aantonen... dat hij uh, echt in een, bij een topteam hoort te zitten. Gasly, deze race... Ook weer ijzersterk, best of the rest. Nagenoeg foutloos in mijn optiek. Ik weet niet hoe jullie er naar kijken. Ja, en dat is dus precies de reden waarom hij niet bij een topteam moet gaan rijden. Want als bij hem de druk erop komt, is klaar. Zo, zo. <laughs> die komt nee, goed, maar, nee, maar dat is zo. Ik heb hem meegemaakt in de junior series. En dat was niet anders. Je, uh, hij heeft één jaar, of niet, even goed zeggen. Zijn eerste jaar heeft hij zichzelf moeten bewijzen zonder steun van Red Bull. Eh, omdat hij dus uh, als een heet hoofd toen der tijd al was. En dat Red Bull zei van nah, Doe maar eventjes een jaartje zonder en ga je eerst mee bewijzen dat je het kan. Nou, daar heeft hij zichzelf aardig bewezen. En die jaren daarna daar kwam telkens de druk erop. En dan zag je toch iedere keer dat hij daar toch heel erg kwetsbaar voor was. Weet je, dus ja, weet je, ik denk dat dit zijn max is. Hij moet niet bij een topteam zitten. Want bij een topteam, en zeker uh, als hij eerste rijder is, dan gaat de druk erop zijn. Gaat hij fouten maken. Gaat hij weer dezelfde dingen doen als hij die, die toen bij Red Bull deed. Dus laat hem lekker bij Alpha zijn ding doen. Is hij een onwijs waardevolle coureur? Doet het hartstikke goed? Alleen ik denk wel dat dit zijn max is. Ja, maar in hoeverre gaat hij dat zelf accepteren? Want ik bedoel, hij is nu een beetje de king van Alfa Tauri. Uh, hij neemt dat hele team op sleetouw. Hij wil natuurlijk op een gegeven moment ook weer door. Hij was al redelijk getergd nadat Perez eigenlijk het stoeltje van Repo overnam. Er waren vorig jaar in ieder geval geruchten dat hij mogelijk naar Alpine of een, uh, of een, ja, een Frans team is logisch. Uh, maar in hoeverre zou hij dat zelf willen? Want het kan inderdaad mogelijk een doodsteek dan zijn voor zijn carrière. Zelf zal hij wel beter willen. Alleen uh, Red Bull gaat hier nooit meer komen. Dus ik snap überhaupt niet dat je daar nog hoop op durft te hebben nadat je ze zo uh, te kakken hebt gezet door dat soort uitspraken te doen. Dus ja, kijk, Alpine klinkt niet onlogisch, maar hij is toch geen topteam. Dus dat is prima. Maar kijk, hij kan wel bij een topteam rijden. Hè, of hij dan heel goed gaat presteren, Het is een tweede. Ja. Alleen, hij moet niet iemand hebben naast zich die sneller is. <coughs> hij moet echt, nou, ik denk bijvoorbeeld een type als Bottas. Nou, Als hij dat naast zich heeft, dan zal, dan zal hij waarschijnlijk vaak sneller zijn. En dan zal het ook echt wel goed met hem gaan. Maar zoals ga jij naast een Max zitten, of naast een Lewis of een Leclerc. dat je helemaal wordt afgemaakt ieder weekend. Of de eerste paar weekenden. Dan, dan, ga je, dat zie je, dan ga je dat niet makkelijk meer trekken. Helemaal niet als je toch wel emotioneler bent. Dan, dan, dan ga je daar gewoon aan. Is het uh, weer emotioneel? <laughs> hey, maar dat, 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 daarom weet, bij die topteams weten ook. dit is de reden dat we hem niet willen. Hij kan er niet meer omgaan. Nee, precies. Hey, um, van Gasly uh, door naar uh, Alpine. Hebben we het net al even gehad. Alonso. Die had wel een geweldige inhaalactie op Brussel, hè? Dat is wel echt eentje uit het boekje. Ja. Top. Dat kan hij. Ja, dat, dat kan niet als de, de Maar sowieso is Alonso verrassend eigenlijk constant voor een comeback. Ik bedoel, het is wel, hij volgens mij wel een van zijn minste kwalificaties gehad van dit jaar. Maar qua racen, ik bedoel, dit was, dit was er eentje uit het boekje. Maar we zagen natuurlijk eerder ook al in, in Hongarije toen. Ik bedoel, hij heeft het wel nog. Hij heeft wel dat vuur. En dat vind ja. ik wel veel te zien. Je weet toch, als iemand hier komt om echt te racen, dan is het Alonso. Nee, tuurlijk. En dat kan niet, dat heeft hij altijd al bewezen. Dus ik ben alleen maar blij dat hij dat weer terug is in de Formule 1. En ik had ook niet verwacht dat hij het zo zou doen. Hè? Ik had wel wat meer. Nee, maar dat bedoel ik ook. Ik bedoel, het is meer, je ziet vaker dat, uh, dat coureurs een, uh, een heromtrain maken. Maar dat hij uh, er echt nog zo voor gaat en zoveel vuur heeft, dat vind ik wel echt wel gaaf om te zien. Uh, los van dat het gewoon ja, een vet karakter is om, om in de sport erbij te hebben. Ja, want uh, nou, we hebben het even over Alonso. Die is natuurlijk altijd heel erg goed in. Uh, nou ja, of tenminste, voorheen was hij eigenlijk heel erg goed in cynische boordradio's. Maar afgelopen weekend was er eigenlijk weer een, uh, was er weer een cynische boordradio. Alleen niet van Alonso, maar die kwam van uh, Giovinazzi. Laten we even luisteren. Over the line, Motorvel. Well, motor well. Hey, guys, thanks for the great strategy. Nou, die was. Uh, Totaal niet blij met, uh, met de strategie van zijn team. Het lijkt er bijna op, uh, als je hem een beetje volgt het hele weekend, alsof hij te horen heeft gekregen dat het toch een uh, moeilijk verhaal wordt dat hij daar, daar mag aanblijven. Wat, uh, wat zit er voor Giovinazzi nog, uh, nog in het vat? Dit jaar, misschien volgend jaar? Er waren natuurlijk geruchten dat, uh, dat er zeker een Nederlander naartoe zou komen. Nou, dat raakte toen een beetje vervaagd nadat er wat gesprekken ook werden gevoerd met, uh, met Andretti. Nou, dat lijkt nu ook afgeketst te zijn. Wat, uh, wat zit er voor Giovinazzi nog in en wat, wat, zou, Alfa, wat zou Alfa Romeo moeten doen? Man, voor Giovinazzi zitten er denk ik in pizza's bakken. <laughs> <laughs> ja. <laughs> en wel, ik denk dat Alfa Romeo gewoon een betere tweede coureur gaat halen of eentje die cash brengt. Maar goed, om Giovinazzi daar te laten zitten die niks meebrengt, zie ik niet zo snel gebeuren. Ja, maar de reden dat Giovinazzi daar zit is natuurlijk nu alleen vanwege Ferrari... Ja, goed, maar goed, dan had hij toch even iets beter moeten gaan presteren. Want ja, kijk, een nee, oude teamgenoot als Kimi, die moet je toch wel op dit moment wel echt gewoon race in, race uit verslaan. Ja, maar... Maar dat op... is mijn mening, hè? Ja, op zich doet hij dat, maar ook te wisselvallig. Ja, dus in andere woorden, hij hoort er niet thuis. Oké, okay, nou. Deze discussie heb ik al vaker gehad, ook bij ons intern. Hè. We hebben nog... Uh, in onze chatgroep, zeg Simgroep, hebben we nog één jongen die is nogal Italian-minded. Dus die vindt dat allemaal gaaf. En die vindt dat hij er wel thuis hoort, maar aan de andere kant, kijk, uh, Giovanazzi heeft nergens iets gepresteerd. Maar hij hoort er ook thuis. Alleen, het is een middelmatig team. Het is ook een middelmatig coureur. Ja, maar goed. Dus dan hoor je er alsnog niet thuis, want zelfs bij middelmatige teams kunnen coureurs zichzelf overstijgen. Ja, ik denk, kijk. Ik denk, hij ik, heeft er onder Ferrari-sport gezeten. Begrijpelijk. Maar er is nu tijd. Weet je. Hij heeft niet laten zien dat hij naar Ferrari kan. Want dat is het uiteindelijk het doel geweest. Ben je goed genoeg voor Ferrari? Nee, hoop, vers talent erin en door. Nee, maar Leclerc heeft natuurlijk ook altijd het stoeltje op bezet gehouden. En de volgende in-line is natuurlijk Schumacher op een tijd. Als hij ook een beetje gas gaat geven. Maar in principe Dan mag is dat... Schumacher ook wel eens wat constant te gaan presteren. Zeker. Gaat hij ook niks maar, maar Schumacher die heeft zo'n plus met zijn naam. Dat Ferrari het voor Ferrari marketing-technisch natuurlijk ook ja, ja. wel lekker is. Dus op gegeven weer een Schumacher. Als hij niet presteert, gaat Ferrari dat niet doen. Die hebben nu zo'n goede line-up. Ja, dan kunnen ze misschien beter ook in zelfbescherming nemen door dat inderdaad niet te doen. Want misschien, ja, als ze nu een, een, een Schumacher uh, in een Ferrari gaan zetten of binnen een korte tijd. dan ja, gooi je die jongen wel heel erg in het diepe, denk ik. Nou ja, ja, kijk, weet je, ze hebben de claire voor een best wel lange termijn vastgelegd. Iets wat eigenlijk onwijs ongebruikelijk is bij Ferrari. Ja. Maar je ziet nu toch echt dat Sainz wel degelijk het vuur en de schenen aan het geven is bij Leclerc. Dus ja, ik denk dat dat gaat, dat gaat nog wel een koppeltje zijn, wat voorlopig nog wel gaat blijven, denk ik. Ja, ik heb bij, bij uh, Saints en Leclerc heb ik persoonlijk hetzelfde gevoel wat ik vorig jaar ook had tussen Saints en, uh, en uh, Norris bij McLaren. Zo'nzelfde gezonde strijd binnen het team. Waardoor ze ook tegen elkaar opboksen en het beste in elkaar naar boven halen. Ja... Nou, ja, ik die die voelen jullie niet. Nee, ja, tuurlijk, dat is de bedoeling binnen elk team. Alleen dit is gewoon, vind ik, by far het beste rijdersduo. De beste twee rijders in één team, zeg maar. In de zin van, tussen Max en Perez dan een verschilletje. bot als Lewis en deze gasten, die zitten zo dicht op elkaar. Maar ze zijn nog niet competitief genoeg om voor de kampioenschap te rijden. Want eigenlijk, nu beuken ze elkaar niet iedere keer af. Maar ga maar eens even vooraan staan, 1-2. Dan krijg je gewoon een rosberg een scenario met deze twee gasten. Het zou wel leuk zijn als Ferrari nu een keertje uh, echt ter aansluiting weet te vinden volgend jaar dan. Absolut. Als je het zo beschrijft. Drie teams voor uh, drie teams. Voor een soort van zelf-eliminerend vermogen uh, <laughs> binnen een van de kampioenschapsteams. Op zich best grappig. Nou, we gaan het zien. Nou ja, van het middenveld uh, komen we aan bij de top. Mercedes, jongens. Um, wat ging daar? Allemaal mis tijdens de race, los van de start. En. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik had uh, nadat ik een aantal van die boordradios van Hamilton hoorde, het idee dat hij er deze race echt achter kwam van, goh, ik zou dit jaar wel eens de titel kunnen, kunnen mislopen. Achter kwam of is hij er al achter? Ik had het idee dat hij daarvoor, dat hij daar eigenlijk in Rusland al een beetje zoiets had van. Ja, shit. ja ik vond hem zo depressief. Ik, ik wil even een boordradio erbij horen. Zo, zo horen we Lewis niet vaak. You Even om stil hè. Ja, dit is wel... Ja, maar je reed ook een eenzame race. Ik bedoel, uh, je kwalificeert 1-2 op de zaterdag... met op zich best wel een marge ten opzichte van Red Bull... los van de problemen die ze hadden. Ik denk dat dat een redelijke uh, zelfvertrouwenboost is geweest voor Mercedes. En vervolgens, na nog niet eens de eerste bocht... Uh, ligt je titelrivaal voor... En uh, wat was het? 15 rondes ligt hij al 6 seconden, 7 seconden voor aan het einde van de race ruim 20 seconden. Ja, die, hij heeft nu eigenlijk een beetje last van waar Red Bull en Max uh, en Ricciardo voorheen last van hebben. Dat je begrijpt, ja, een eenzame race rijdt. Uh, en dat je van achter de ronde druk wordt gezet door de tweede coureur. Ja, Ik, ik begrijp wel dat, dat hij zich zo, uh, zo ja, eenzaam voelde daar. Ik denk dat hij zo'n mentale tik heeft gehad, die heeft hij zelfs in het Rosberg helemaal een uh, 2016 tijdperk niet gehad. 100% ik denk, nee, maar ik denk echt dat hij heeft in ieder geval in bocht 1 heeft hij zo'n tik gehad dat Max dat flikte dat uh, dat hij nu wel echt beseft van joh, dit gaat hem niet meer worden, nee, precies, nee, maar dat bedoel ik en dat dat werd alleen maar erger tijdens de race. Ik Bedoel, zelfs na de race uh, uh, heeft hij zich negatief uitgelaten over Bottas, terwijl hij die eigenlijk al jaar, jaar in jaar uit de beste wingman ooit noemde. Ik bedoel, hij zegt in de media, uh, gooit hij eruit uh, ja. Uh, hij heeft de deur opengezet tijdens de start voor, voor Verstappen. Ja, weet je, ik bedoel, voor Bottas moet het op een gegeven moment... toch ook wel klaar zijn dat hij denkt, ja... Zoek het lekker uit in de komende vier races. Ik, uh, ik, uh, ik, doe, ik ga mijn eigen gang. Ik denk dat sowieso Bottas er wel redelijk klaar mee was. We zagen natuurlijk de eerste seintjes daarvan al tijdens de Grand Prix van Nederland. Dat hij toch stiekem voor die snelste ronde ging. Ja, zijn verdedigende actie op Verstappen in Rusland was nou ook niet echt... Uh, dat je de, ondanks dat hij zei van ja, ik zag hem niet aankomen. Dat is onzin, want het is een gigantisch lang rechtstuk naar die bocht. Je weet echt wel dat hij erachter zit. En nu ook dat hij tijdens de start Hamilton afdekt in plaats van Verstappen op de racelijn. Ja zo niet gek, die jongen die weet dat hij nog een paar races nee. heeft waarin hij mogelijk nog een overwinning kan behalen, ja tuurlijk ga je dat doen. Precies, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, het lijkt alsof Bottas gewoon al lang niet meer bezig is met het team en meer een beetje denkt van zoek het lekker uit. Geef me eens ongelijk. Ik hè? doe een soort van, ik doe een soort van mijn best, maar eigenlijk doe ik het ook niet, want ik bedoel die snelste ronde, ik bedoel toen hij die op die rode banden naar buiten werd gestuurd, dat duurde ook tot de allerlaatste ronde voor die hem echt pakte. Terwijl je ja, denkt maar van dat, ja... dat ze de credits aan Max, Max ja, daar, daar hebben we zo'n zo stukje beeld van. Hey, om nog heel even terug te komen op, uh, op Hamilton. Uh, na de race nog even een sneer van Hamilton... Uh, richting uh, Red Bull Pires. Die quote hebben we volgens mij ook. Ze hebben duidelijk de sterkere auto. Dus ik denk dat het enige wat ik kan doen... is ervoor zorgen dat we geen middel onbeproefd laten... en het maximale uithalen. En alles geven wat we hebben. Als je checken op je start hebt... dan weet je dat de auto snel is... Ja, een beetje een low blow, toch? Ja. ja, maar aan de andere kant is het niet anders wat Max bij Bottas doet. Die zegt ook volgens mij... Die had een keer een opmerking, geloof ik. Ja, als uh, een inhoudactie uh, op Bottas als inhoudactie van het jaar wordt bestempeld... Ja. dan is het geen inhoudactie van het jaar, vind ik. Dat is een ja, beetje van een hetzelfde kaliber. Ja. Weet je, uh, ja, het is een low blow, Maar het hoort er aan de andere kant ook wel een beetje bij... met, uh, met het gevecht waarin vooral de twee teams uh, zitten. Maar goed, ik denk inderdaad wel dat het per rest een beetje... Uh, Weggezet als een knuppel. Terwijl hij zich nu wel eindelijk een beetje uh, zijn dreig gevonden heeft. We horen toch niks geks. Het is toch altijd de Hamilton met zwakke nee, excuusjes. Dat is ook, zo. Dus dat is even, ook zeker zo. Als je het even niet weet, dan uh, ligt het aan de auto. of uh, Hoe vaak hebben we dit jaar wel niet gehoord dat uh, Red Bull de hoogste topsnelheid had? Ik weet niet of jullie hebben gezien hoe hard die Mercedes op het rechtstreeft. Ja, gaan we 15 km per uur harder. Ja, met z'n hoogste topsnelheid. Bedoel, hij heeft altijd wel een excuus ervoor als het niet gaat. Je kan namelijk ook gewoon zeggen van joh, ik was niet snel genoeg, punt. Ja. Natuurlijk, de Mercedes die zal beter presteren op het ene circuit. De Red Bull zou mogelijk beter presteren op het andere circuit. zullen circuits zijn waar het gelijk is, waar het helemaal 100% op de rijder aankomt. Natuurlijk, iedereen weet dat de Red Bull in ijle lucht veel beter is. Dat hebben we dit jaar gezien op de Red Bull Ring. Dat hebben we nu weer in Mexico gezien. Nou ja, over Afgelopen vier jaar op Mexico al. Ja, maar over het algemeen gaan we dat volgend weekend weer zien. Want in Brazilië is Red Bull normaal gesproken ook ijzersterk door de, de hoogteverschillen. Dus dat weet je, dus dat moet je incalculeren. Alleen ja, kijk, Hamilton moet dan niet dit soort zielige uitspraken gaan doen. Maar die moet gewoon denken van joh, eh, we wisten dat het lastig zou worden. Dit is Red Bulls weekend. En wij moeten er nu voor gaan zorgen dat we tijd gaan keren en dat de andere weekend onze weekenden gaan worden. Maar door dan te gaan te zeggen van ja, eh, Peres, als hij op mijn staart zit, dan, eh, dan kan hij het niet. Eh, of of eh, dan is mijn auto niet snel genoeg. Dat vind ik een beetje zwak. Want Perez heeft dit jaar ook genoeg laten zien dat hij namelijk wel kan over het algemeen, Bottas heeft het dan misschien iets meer laten zien hè, als we het dan toch over de tweede rijden hebben in de kwalificatie. Perez is natuurlijk over het algemeen in de kwalificatie iets minder. Het was sowieso dit. Om, de, om dan wel een klein steekje te geven. Het was sowieso een godswonder. Volgens mij was het de eerste keer dat hij op de gele band heeft gekwalificeerd. En door is gegaan naar Q3. Ja, maar dat is wel een trend. Ik had dat nog even uitgezocht. Uh, want het viel me ook op dat Perez sneller was in de kwalificatie. En over het hele jaar zit hij gemiddeld ongeveer tussen uh, de 5,5 tot 16 is hij trager. En de laatste drie weken is dat gedaald tot slechts 2,5. Dus het lijkt ook met wat Horner vorige week zei. Dat, dat hij steeds meer op zijn eigen setup nu begint te varen. lijkt echt ook nu zijn vrucht af te werpen over... Uh, want we weten het is niet de snelste kwalificatiecoureur. Maar als hij in ieder geval binnen 2, 3 die zit, van Max is het prima. Ja, nou dus hij heeft daar dan nu de tijd voor gekregen. Nou, dat lijkt zich dan hè, nu een beetje uit te betalen. Alleen ja, iedereen weet gewoon dat Perez op zondag gewoon wel gewoon heel sterk is. Ja. En ja, en als je dan. Hè, misschien heeft Perez dan niet de resultaten gehad op zondag ten opzichte van Bottas. Of niet altijd, maar over het algemeen vind ik Perez wel degelijk een veel betere coureur op zondag dan Bottas. Mm -hmm. Zeker. En eh, ja. Bottas kan knijten hard gaan in de kwalificatie. Dan moet je hem ook de credits voor geven, want eh, over één rondje kan niet echt wel. Ja. Alleen ja, over het algemeen eh, laat hij zich overal piepelen in de race. Nou ja, dat klopt. Nou goed, het wordt zo gevallen, Perez. Uh, dan komen we aan bij Red Bull. Uh, opvallend moment... Misschien een beslissend moment voor, voor Perez. Uh, waardoor hij wel of niet die, uh, die tweede plek kon pakken, was eigenlijk de, de bandenwissel van Hamilton. Heeft Red Bull er goed aan gedaan door hem nog echt langer door te laten rijden. Of hadden ze gelijk daarna uh, Perez naar binnen moeten halen? Ik had het idee dat ze meteen hadden moeten doen. Um, want hij zat er in principe voor. Het zou heel close worden. Aan de andere kant weet je wel. Dat Lewis wel heel goed op zijn banden kan zijn. Hij laat altijd wel te klagen, maar vervolgens dan, dan rijdt hij de volgende ronde de snelste ronde. Dus ik denk dat hij juist, ook al heel goed wat ze nu hebben gedaan... met een beetje meer geluk, had hij hem wel gewoon gepakt. En ik bedoel, daar komt Perez nog wel een beetje tekort in. Hij had hem wel kunnen hebben, uit gewoon iets harder moeten rijden. Ik denk dat Red Bull het vooral heeft gedaan omdat Perez er zo dicht achter zat... Dat als Perez eerder naar binnen was gegaan, was Hamilton gelijk gegaan. En dat betekent dat Verstappen automatisch ook zijn stint korter moest gaan rijden. Omdat hij uiteindelijk ook moet reageren op Hamilton. Zeker als hij sneller is. Dus ik denk, ja, als we zo lang mogelijk door kunnen gaan. En de pace is soort van gelijk. Want je zag op het moment dat Hamilton echt begon te versnellen. Toen hielden ze hem gelijk naar binnen. Dus ik denk dat ze het vooral hebben gedaan met oog op Verstappen zijn race. Door hem, langer, of, uh, door hem iets langer te houden, kon Verstappen ook gewoon zijn banden. Of misschien had vier, vijf, uh, ik geloof vier of vijf uh, jongere banden. Vier uh, ronden. Ja, vier ronden en als je Perez gelijk naar binnen had gehaald was dat ook minder geweest. Dus op die manier heb je ook Verstappen zijn race wat meer veilig gesteld. Ja, ik denk dat ze of een undercut hadden moeten doen en anders denk ik dat ze gewoon de perfecte strategie hebben gedaan verder. Ik denk dat dat niet uh, ik, uh, ik had hem nooit gelijk naar binnen gehaald. Nee, precies. Nou, het was in ieder geval voor Red Bull pakte het uh, in ieder geval voor Verstappen, maar uiteindelijk voor Red Bull ja, pakte het best wel goed uit, want het, Tenminste, ik ging daar het weekend in niet met de gedachte van... ...goh, we gaan Pires misschien wel als zekerheidje op het podium zien. En dat, dat heeft hij relatief goed gedaan. Uh, ze liet Newey ook na de race weten dat hij uh, vooral verbaasd was... ...over de ruime marge uh, in de race waarmee uh, Verstappen eigenlijk uh, ja, Hamilton wist af te troeven. Um, opvallend ja. moment, je noemde het net al eventjes. Mooi moment misschien ook wel. Uh, wat, wat ik vooral... Uh, ja, heel bijzonder vond uh, van Verstappen is eigenlijk dat hij terwijl hij daar als een gek aan de leiding rijdt, uh, na x aantal rondes nog eventjes alsnog op relatieve oude banden de snelste ronde weet, weet te pakken en dat hij ondertussen bezig is met het managen van zijn team, zich vraagt: wat doet Perez? Hoe zit dit? Hij heeft Zoveel overcapaciteit zit er bij hem nog in dat hij nog daarover na kan gaan denken. En dan kom, kom ik aan tot, het, tot het, ja, misschien wel het, het, het prachtigste moment van de race. Bottas gaat naar binnen voor uh, een nieuw set banden om de snelste ronde uh, te rijden. En Verstappen heeft dat door. Volgens mij hebben we wat beelden. Ja, dan zien we dit hier gebeuren. Even verremmen. Even remmen. Ja, dat was fake. 100%. Dit was toch het... Dit was 100% ja. fake. Gewoon puur even gewoon zijn run hier naar die exit verkloten. Dit is toch top? Maar dit is toch geweldig. Als ah. je dit kan doen, als je aan, aan de leiding rijdt. dat je hier nog over nadenkt. van laten we dit maar even gaan doen. Maar hij er staat daar drie seconden. Maar hij verloor gewoon vijf seconden in die drie bochten. Ja. Ja, ja, klopt. Want ik zag zijn tijd inderdaad van plus 19 naar ineens 15,5 gaan. Ik dacht eerst van shit, weet je, is het weer een engine failure of wat dan ook. Maar... Nee, ik had het al door, want ik zag, je ja. zag hem. Het is jammer dat ze dat niet laat zien. Want... Uh, door die snelle combinatie... daar ging hij al heel langzaam doorheen. Maar ik wist dat Bot als achter hem zat. Dus ik dacht al van... oh, wacht even, hij gaat hem, hij gaat hem fucken. Ja. Maar een paar bochten later bleek het ook zo te zijn. En hem ja. dan voorbij laten... Dan er heel even achter gaan hangen en dan denk je, ja nee, maar hij is niet snel genoeg. Uh, en dan gaan ze natuurlijk weer met blauwe vlaggen ja. zwaaien, want ja, dat is toch de leider. Ja. Ja. Toen moest Bottas hem weer voorbij laten, dus ja. dat, ik vond het helemaal geweldig. Er kwam ja, de ook van Red Bull, van joh, laten, nou, uh, ja, laten ja. we nou met rust. maar Red, Red, Bull was was echt, ja. Red Bull was echt super nerveus. Ik bedoel, het is in principe uh, iemand van je titelrivaal en die kan hier ook net zo goed afrijden. Maar daar had hij ook nog wel iets moois over. Ik weet niet of we die quote daarvan uh, nog in beeld kunnen brengen. Hier. Uh, we zaten zij en zij, maar het was allemaal goed en we verloren veel tijd. Maar het was goed om eerlijk te zijn. Vooral voor mij, ik ken Valtteri en hij is sowieso een nette coureur. En ik heb er nooit aan getwijfeld dat er iets zou gebeuren. Maar vooral, hij is een nette coureur. Tuurlijk. De, ja, maar... Louis is niet de enige die steekjes kan geven. Nee, precies. Maar gewoon het steekje terug, toch? Vond ik op zich wel mooi. Nee, maar dat, ik snap wel dat hij het doet. Want ja, hij wordt toch altijd bekritiseerd, Max, dat hij hè, de rouwdouwer is en uh, net even over het grensje heen gaat. Ja. Ja, het is ook gewoon slim voor de volgende race is toch even Bottas een paar credits geven. Natuurlijk. Ja, <laughs> maar dat is, Bottas is ook wel een coureur, eerlijk is eerlijk. Die rijdt niet iemand expres af wat een Max nee, nee, zeker niet. of een Lewis wel zou kunnen doen. Tuurlijk doen ze dat Als wat. het erom gaat. Maar Lu daar is Bottas gewoon echt nog iets te braaf voor. Nou ja, gelukkig. Maar daarom zijn Lewis het deel, en Max ook ja. in het kampioenschapsgevecht. Ja, ja nou, maar gelukkig dat Bottas zo is, anders zou het heel anders kunnen komen. Ja. Ik denk, nou ja, het zou me niks <laughs> basis Toto. Uh, <laughs> Even... Even Execute Order 77, ja. Had ja. niet zo heel veel nut gehad, want Perez zat zo dicht achter Hamilton. Die had hem er ook afgeveegd, hoor. Ja, als <laughs> dat was er gebeurd, dan had je ja, inderdaad echt een slachting gehad van beide teams. Maar goed, de, de wederopstanding van Perez. Is hij dan nu ook echt ontketend? Ook voor de laatste races, denken jullie? Of, of was dit toch weer... Ik, ver, ah. ik verwacht hem, ik verwacht toch in Brazilië wel degelijk een 1-2. Ik hoop het, maar ontketend. Als hij ontketend zou zijn, ontketend dat had hij Lewis gepakt. Oké. Okay. En, 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 en weggereden. Maar dat... Dat kunnen ook nog meerdere aspecten zijn. Hè. Heeft hij het gewoon niet gepakt omdat hij hè, toch net niet, net niet die overspeed had? Dat, of heeft ik. hij hem niet gepakt omdat hij dacht van, nah, het is toch Mexico. Ik sta nu toch op het podium. Dus toch mijn thuisrace. Ja, maar, dat ja, maar je zag die laatste hebben. actie in die tweede DRS-zone. Toen kwam hij echt van, die probeerde je maar wel tussen te zetten. Dat doe je ook niet dan. Dat was echt geluk, dom, hè? hoor. Ja, maar goed, dat was, was de laatste ronde en ja, de laatste kans die je had. Als hij hem daar gewoon had opgeleind... En wel gewoon dichter achter was blijven hangen. Die Rappel kan toch veel beter volgen dan die Mercedes. Ja, maar die ja. snelle bochten, daar ligt Mercedes ah, sowieso goed. Maar je ziet ook dat gewoon op het rechterstuk stuk dat die Mercedes eigenlijk, hij komt er echt maar met, wat was het, uh, drie kilometer per uur. Zelfs met DRS open komt hij erbij. Dus dat snelheidsverschil is zo klein. Je zag ook uh, al bij de start, überhaupt, toen verstappen uh, weg. Hij zat in die dubbele slipstream. Op een gegeven moment kwam hij erbij, kreeg je vol de wind. Toen zag je gewoon dat die Mercedes hem gewoon weer wegtrok. En het is dat hij op de racelijn zat en inderdaad laat kon rennen. Maar je zag gewoon dat hij misschien zoveel harder loopt. Ja, maar ik had, ik had die actie van Perez had ik veel beter begrepen in het stadion gedeelte. Ja, maar dan kan je niet meer zo dicht achter zitten. Dat, weet, dat, dat had je nooit geweten. Ja, Hamilton's, banden, Hamiltons banden waren er wel echt aan hè? Ja, die waren, die waren ook. Ja, die waren tien ronden ouder. Dus dat was. Uh... Ja, maar goed, ik, ik denk dat Perez ook heeft gekeken toen naar Verstappen, wat was het, 2019, toen hij hem naast Bottas uh, zette in de stadionsectie, dat hij gelijk een lekker band eraan overhield. Nee, oké, okay, dat is een ander. Maar die lekker band kun je op dat. Kun je hem nog best wel permitteren. Bedoel, als je gewoon helemaal een klein duwtje geeft dan... Uh dan ja. red je het wel met die lekker man. Ik, ik begrijp je punt ook absoluut. Alleen, aan de andere kant, hij, heeft, hij rijdt er de hele tijd achter. Hij weet waarschijnlijk ook wel, ik ga het niet dichtbij genoeg kunnen komen. Want als hij dat wist, dan had hij dat echt wel gedaan. Dit is gewoon puur de laatste poging. Even kijken, kan ik hem bang maken dat hij toch eventjes een, even naar buiten beweegt? Dan had hij hem wel gehad. Als Louis even die bocht later had ingestuurd, dan had hij hem wel kunnen hebben. Ja, het was bij Bottas, was dat gelukt. Maar bij Hamilton is het natuurlijk ook wel... Ja, dat maar, maar met Hamilton voor met vel cool, op zijn banden en dan door die snelle bochten, dan kan Perez zeker nog wel achterblijven maar dan moet je hem wel op die manier dwingen. All right. Nou ja, goed. Dan uh, komen we eigenlijk een beetje aan het, uh, aan het einde van, uh, van de race. Of eigenlijk daadwerkelijk het einde van de race. Misschien wel de echte winnaar van de, van de Mexicaanse Grand Prix. Jongens, uh, de vader van Perez. Dat is wel mooi om te zien, hè? Hoe trots die is. Een legend. Zo. Wij zaten zelf met de geien in onze chat van: Jo, zal hij dadelijk de interviews gaan doen? Ja, in uh, plaats van Perez. Een derde ja. plaats is gewoon een overwinning in Mexico. Dat is iets dat zeker is. Ja, dat is. Is dit ook niet de allereerste keer dat er een Mexicaan in Mexico op het podium staat? Ja. Ja. Dus ja, op dat op zich begrijp ik het ook wel. Dat dit zo hard werd gevierd als een overwinning. Uh, los, los van het feit dat het gewoon mooi was. Hoe het kreeg bijna een beetje Nederland uh, Grand Prix van Nederland vibes erbij. Los van dat het hele publiek niet uh, in de kleuren van de vlag is. Maar het enthousiasme van het publiek daar, dat was echt fantastisch. Het ja. was niet alleen de vader van Perez. Die speelde uiteindelijk voor de camera de hoofdrol. Maar dat hele publiek, hij wordt er echt als een nationale held gezien. Dat vond ik wel echt heel cool. Ja, je hoopt wel als, als de Formule 1 hier naar kijkt, dat ze er wel echt van leren. En ook met het oog op de toekomst toch gewoon vaker uh, Grand Prix gaan organiseren in ieder geval in landen waar de fans dus zo uitzinnig reageren op de sport, maar ook waarbij het contact tussen het circuit en de fans zeg maar gewoon ja, zo zo is. Ja, dat is gewoon fantastisch en dat, dat mis je. Gaan toch we dit wel ook in Qatar beetje. zien straks in die zandbak? Ja, nou, dat wil ik zeggen. Da daar mis je dat misschien toch nog wel een beetje. Wel dat. Nou, daar mis je het gigantisch. Daar heb je dit soort. Daar heb je deze sfeer niet. Hier kijk je ook voor. Hè? Ik bedoel, echt voor de race, maar ook zo'n sfeer wat erbij hoort. En dan ga je. Ja, in dat opzicht begint het wel steeds beter te worden. Ook wat je zag in Amerika met die fans daar. Het begint gelukkig in belangrijke landen steeds meer te leven. Maar ja, Mexico spant, denk ik, wel de kroon. In ieder geval qua Nederland, Italië en. Ja, Mexico dan. Als nu waar je wel echt ziet hoe, hoe erg het leeft. Zeker. Jongens, Mexico dan. Uh, verstappen nu 19 uh, punten voor in het kampioenschap. Vanaf. Uh, Welke race kunnen we ongeveer voorzichtig beginnen gaan met uh, ja, met hopen dat hij de titel gaat pakken naar nou, ja. qatar we zien het hier uh, hoe het kampioenschap iedere keer eigenlijk alle kanten op swingt maar het is ja nooit meer dan 1 2 3 4 5 6 races dat Hamilton maar aan het kampioen of zeven races dat helemaal maar aan het kampioenschap heeft geleid en niet eens met zulke grote marges dat max dat nu doet dus ja het momentum is nu in ieder geval wel weer richting richting max aan het gaan uh, en vooral door Rusland, wat je ook ziet. Daar heeft hij echt gewoon de schade zo hard beperkt... dat het, uh, het momentum gewoon zijn kant op gaat. Dus vanaf Qatar kunnen we voorzichtig een, uh, een fles open trekken... en hier al beginnen met, uh, met klinken. Ja, ik denk dat, uh, dat Max volgende week gaat winnen in Brazilië. Ja. En ik denk dat Qatar zal zo'n 50-50 baan gaan worden. Ik ja. ja. Ik, vind het, ik vind Qatar een hele lastige... omdat je alleen maar eigenlijk van die medium... Tot snelle bochten. Je alleen maar rechte stukken. Ja, maar als je kijkt waar Red Bull dit weekend de meeste tijd heeft gewonnen, zijn het in dat soort bochten. Nou, daarom, maar aan de andere kant, Mercedes zag je ook wel weer op andere circuits. Bijvoorbeeld ja. op, op, op Turkije ineens, weer Daar heb je ook redelijk veel van dat soort bochten. Ja. Dat ze wel weer als een, als een gek gaan. Zo, die Arabië komt terug gaan, maar dat wordt echt het enige Mercedes voordeel. Ja, ik, ik denk dat Brazilië wordt een Red Bull. Die, die gun ik of die, ik denk dat Max die gaat pakken. Ik denk dat Qatar een 50-50 gaat worden. Saudi-Arabië zal 100% voor Mercedes zijn. Ja, maar dat betwijfel ik, want die race wordt volgens mij wel gereden overdag in de hitte. En als we één ding weten, is dat Mercedes nooit echt heel erg lekker ja, gaat ja, okay, in de Ja, oké, maar goed, er zijn zoveel rechte stukken, daar kunnen ze zoveel tijd pakken. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. Tenzij je namelijk een Baku verhaal gaat krijgen. En ja, ik denk dat Abu, Abu Dhabi zal een beetje hetzelfde zijn als Qatar, verwacht ik ook een 50-50% kans. Dus ja, ik, kijk, ik denk dat Max moet echt gaan winnen volgend weekend. En uh, Perez moet daartussen gaan zitten. Ik denk dat dat een hele belangrijke schakel ja. gaat worden. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Want als dat zo is, dan kan Max in principe iedere race al bijna voor het tweede rijden. Als Lewis niet de snelste ronde pakt, uit mijn hoofd. Ja. Maar kijk, dan gaat Red Bull gewoon het uh, bot trucje doen. Die gaan uh, Perez net zo lang naar binnen halen totdat hij de snelste ronde rijdt. Maar wie gaat dan het kamp, uh, constructeurs winnen? Ja. Dat is dan ook nog een interessante... Ja, hangen. maar volgens mij boeit het Red Bull geen ster als, als ze hem niet winnen. Ja, ze boeit ze zeker wel wat. Maar als zij... Nou, ze ik heb het idee dat ze liever de rijderskampioen worden ja. met Max... dan dat ze de constructeurs... Dat idee wonen. is een beetje een zekerheidje waar je op wil wedden. Ja, bij Kijk, de constructeurs je... zit wel het geld. Ja, maar goed... Uh, Red Bull draait wel de atleten. Dat is natuurlijk ook een prestige ja. slag die je dan... Ik hoeft. denk dat Red Bull gaat, wil dit kunstje gewoon flikken met Max. Dus, dus ik denk dat hun dat belangrijker is... dan eerst worden in constructeurskampioenschap. Hmm. Nou, we gaan het zien. Dan uh, gaan we nu even door naar de What The Fuck van de week. Ja, en uh, voor de volgens mij zoveelste keer... Uh, staat daar in de What The Fuck van de week... Uh, valt er Bottas. En dan met name Bottas die niet voorbij Ricciardo komt. Nou, we hebben het er net al een beetje over gehad. Willen we er nog veel woorden aan fel maken of zeggen we next? Nou, ik vond het vooral grappig dat uh, die er de hele tijd niet achter kan. vervolgens dat ze allebei die pitstop gaan doen. Want volgens mij lag ik toen heel even voor omdat Ricciardo eerder ging. Ja. En dan vervolgens die pitstop weer 12 seconden duurt. En dan vervolgens weer achter zit voor de halve Grand Prix. Maar ja, aan de andere kant... het is wel bizar hoeveel pech Bottas heeft met dat soort dingen. Als je dat, die dingen gaan nooit fout bij Hamilton... En alleen maar fout bij Bottas. Ja. Los van het hele engine of zijn motoren, hoeveel hij al moest vervangen. Wat natuurlijk eigenlijk ook al nergens echt op slaat. Het is wel dat alles valt echt niet zijn kant op, zeg maar. Maar ik denk ook dat het een beetje te maken heeft dat Mercedes toch nog steeds een slechte auto is om een ander te volgen. En als je dan ook nog eens de auto voor je met hetzelfde motortje achterin ligt als die van jou, dan uh, wordt het een heel lastig verhaal. Ja. Sluit ik me volkomen bij Aan. Nou, dan gaan we door naar de voorbeschouwing voor Brazilië. Ja, jongens, São Paulo volgende week. Uh, ik zou zeggen, laten we eigenlijk eens met, beginnen met een uh, rondje over het circuit. David, kun jij ons uh, meenemen met de trackguide? Ja, bocht 1, vallend naar beneden. Grote curbs, links, rechts. Ja, en dan gaan we vanaf hier gewoon weer vol gas. Weer een recht stuk op. Ja, en dit, dit wordt zo'n bizar stukje. Het is eigenlijk een Mickey, Mickey Mouse-maatje met echt heel veel high speed. Nou, hier rem je 75 meter, instuur aan de links, hier moet je altijd uitkijken voor die treklimiet aan je rechterhand. Een blinde bocht naar rechts, om daar je rempunt en je instuurpunt te vinden, is al best lastig. Doordraaien even, of weer vanaf hier vol op je gas. Scherp naar rechts is een beetje het Red Bull land, hè? Wat, we, wat we verwachten, hier naar rechts. Links, hoogteverschil natuurlijk, en weer omhoog, en weer eigenlijk een, een rechterbocht. De volgende bocht valt weer naar beneden, naar links. Ja, en dan ga je eigenlijk alweer het rechte stuk op. Dus het is echt, dit, dit wordt echt wel een Red Bull-baantje. Wat we al verwachten. Het enige waar Mercedes hier goed kan maken is op het rechte stuk. En dat zou in de kwalificatie misschien nog wel uh, in hun voordeel kunnen werken. Ja, ze gaan hier ook omhoog nog. Best wel een flink stuk. Ja, daar zit ik ook naar te kijken. Dat stuk omhoog. Ja, dat is natuurlijk wel echt uitgerekend een stuk waar Mercedes mogelijkerwijs uh, wat kan gaan pakken. Um, Waar moet Red Bull hier voornamelijk rekening mee gaan houden, denken jullie? Een dubbel podium. Het dus liefst 1-2. <laughs> dat denk ik ook. Ja. Ja. Ik vind die echt niet onrealistisch. En dan met name het verschil maken dus in die middelste sector. En ik zie hier Gasly ook nog wel eens dichtbij komen. Ja, dat zou ik niks ja, die had. Wanneer was dat nou? Voor, nee, twee jaar geleden. Die drag race 16. met Hamilton toen. Ja. Waarom? Ja. Die... Of uh, 19 sorry. Ja, dat is 2019. Die ja. Red Bull in die eile lucht is toch wel... Uh, is, ja, het blijft toch een klasse apart eigenlijk. En of dat nou door die reek komt, ik denk het wel. Hè, want Alfa heeft natuurlijk die reek ook. Die gaan ook eigenlijk altijd goed op dit soort banen. Ja. Dus ja, ja. Ik, 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 ik zie niet heel veel problemen voor Red Bull. Nou, ik zou als ik Red Bull Honda was, zou ik toch een keertje risico gaan nemen. Juist met Alfa in dit soort races. Zet die motor maar wat meer open, ja. dan, dan gebeurt er maar wat. Laat die ja. Gasly maar op 3 op, op zetten of op 4. Dat die bij die Mercedes zit. Dat die Mercedes in ieder geval kan splitten. Dat qua tactiek dat Red Bull al zeg maar, de overhand kan nemen. Nou, dan krijgt Mercedes helemaal flink de deksel op zijn neus. Dat is niet eens meer splitten. Als uh, 1, 2, 3 Red Bull is met Alfa Tauri erbij. Ja. Maar ik denk dat ze dat een keertje moeten gaan doen. Vooral nu, in deze fase, moet je het risico gaan nemen met een Gasly. Uh, die doet dat, want die wil ook zelf als hij een kans heeft op het podium, dan doet hij dat. Nou ja, Qatar wordt toch geen echte Alfa baan gok ik. Nou, dan doe je daar uh, kan je alles nog wisselen. En dan kan je voor de volgende Grand Prix weer die motor opschroeven, puur om het risico te nemen. Nou, komen we aan bij het uh, misschien wat spannendste moment van deze podcast: De glazen bol. Jelle, jij mag de aftrap doen. Ik denk, Max 1, de 2, en uh, Gasly 3. Ja, ik ga mee. Ja. <laughs> ja, dat is balen, want dat is precies wat ik wilde zeggen. Maar dat is ook <laughs> zo ach, saai. Voor, meegaan, uh, <laughs> ja, dat is ook zo saai. Ik zeg uh, Max 1, Gasly 2, Perez 3. Gaan we omdraaien. Pijnlijk dan voor Perez. Ja, nou ja, of niet. Het is hoe je het bekijkt. Dubbel podium voor Red Bull, dat is toch helemaal goed? Nou luisteraars, dit was alweer de negentiende aflevering van de Undercut in 2021. Dank aan de gast in de studio. We hebben helaas geen week rust. Of misschien wel niet helaas. En gaan gelijk door naar Brazilië. Het land van Formule 1-legende Ayrton Senna. Tot dan.